we dan door gaan rekenen, afhankelijk van het kilometrage, en we pakken de delta tussen een liter diesel, dus de kostprijs van een liter diesel, en je pakt de delta van de kostprijs van een kilogram LNG, daar zit vaak een heel mooi gat tussen. En dat gat maakt heel veel goed. All right, guys, so I want to give a huge shout out to the Dutch company Rowan, because they recently put out what I think is one of the best pieces of content that I've seen over the past years. And it's a show called The Green Way or No Way. They have already 9 different episodes. And what it is about is that they're interviewing some of the most important transportation and shipping companies, and they're asking them what they think about this journey of alternative fuel. Remember, Roland has LNG and CNG stations in different countries in Europe, and they're constantly trying to innovate, trying to get different perspective. But in this time, it's a wonderful production quality. I would recommend you to go ahead and see it. I'll give you a snippet of one of them. Remember, go ahead and try them on the link below. Let me know what you think. Stay safe and bye-bye. Dus dan zie je dat hij niet duurder is aan het eind van, nou, hoe lang gaat zo'n auto mee? 6-7 jaar? Afhankelijk van de kilometrage, maar 6-7 jaar zomaar. Ja, ja. En dan is hij eigenlijk niet duurder. Je kunt het duurder. Ik praat niet over duur. Ik kijk naar een competitieve TCO en dat vind ik veel belangrijker. Ja, maar dat is. Als je het vergelijkt met diesel, is het ongeveer dezelfde prijs. Nee, dan kan het in sommige, afhankelijk van inzet, afhankelijk van kilometrage, kan het aanzienlijk lager zijn. Ja. Oké, okay. Nou, dat is ook weer een mooi argument. Precies. Dan kunnen we kijken naar onderhoud. Ja. Heeft hij meer onderhoud nodig dan een diesel? Niet meer, maar het serviceinterval is wat... wij hebben al uitgerekte serviceintervallen. Wij praten over 90.000 kilometer met dit soort voertuigen. 90.000 kilometer is een check-up en een onderhoudsbeurt en een grote beurt. Maar met 90.000, dat komt wel spits. Onze wens is om steeds dichter ook richting de serviceinterval van de diesels te gaan. Die is? Afhankelijk van de inzet, maar die variëren van 100.000 tot 125.000 kilometer. Sommige merken 150, maar dan praat je over puur zware internationale inzet. Oké, en dan is er natuurlijk ook nog zoiets als de restwaarde. Speelt dat een rol? Ja, restwaarde speelt absoluut een rol. En hoe is die? Want de markt voor dit soort voertuigen is natuurlijk nu nog kleiner. De markt is kleiner. Wij dekken restwaardes af in een TCO, dat doen we zelf. Oh. En waarom dekken we die af? Wij hebben namelijk ook geloof in het ontstaan van een gebruikte markt LNG. Dus dat betekent, als voertuigen over 3, 4 of 5 jaar terugkomen, dan ontstaat er ook een gebruikte markt. Stel dat de gebruikte markt dermate interessant is dat de kostprijs diesel ten opzichte van LNG goed blijft, dat we volop de beschikbaarheid hebben over bio-LNG, dan geldt het ook voor de tweede gebruiker nog een keer. Zijn investering is lager, maar het tanken, dus de eventuele tanken van bio-LNG, drukt voor hem dan net zo hard.